En we zijn vertrokken! Oh, ben ik aan de beurt? Ja! Ah, hallo. Hi, Mattie. Hi. Dit zijn ze, alle doelpunten van Mattie van de Bankzitters voor Creators FC te beginnen in 2016. Al dat FIFA spelen is toch nog ergens goed voor. Het staat 2-0 voor Creators FC. Maar daar komen ze er toch weer door. Creators FC blijft drukken. En daar valt de goal. Kijk eens hoe hij er langs komt. Dat doet hij mooi. En dan schieten vanuit de verre hoek. Daar moet je van hele goede huizen komen. En de heren van Creators FC zien de wedstrijd eigenlijk al als gewonnen. Calvin. Roy. Zet zijn imposante lichaam erin. Paul. Buitenkantje rechts. Lekker uitverdedigd. Roy. Mattie, zo doe je dat. 1-1. Het publiek wordt wild. Terecht. Prima goal. Goed geplaatst. Zo scoor je ze normaal gesproken alleen op FIFA. Wie het beste heeft gespeeld van de creators, denk ik, toch Mattie. Mattie toch, ja. Hij heeft gescoord ook. Ik vond Mattie supergoed. Hey joh, ik heb echt geen meter gespeeld in die tweede helft. Oh, wacht even, je mist. We zijn erbij, 6-0. Twee goaltjes gemaakt, is lekker. En Rob hat-trick. Rob man of the match vandaag, denk ik. Kijk hem kijken. Wippertje. En daar gaat Mattie. Mattie. Mattie zelf. Mattie scoort gelijk. 1-5. Hij maakt zijn eerste doelpunt in 23 jaar. Zo. En viert dat dan op deze manier. Met supporters aan de kant. Robbie erbij. Niet Mattie zelf, maar Robbie trekt Mattie shirt uit. En Robbie krijgt daarvoor geel, echt waar. Een kaart die hij mee naar huis heeft genomen. Ben je een mooi weervoetballer? Want toen het regende, scoorden jullie niet. Niemand scoorde bij ons. Nee, wij zijn wel mooi weervoetballers. Ja, we zitten eigenlijk sowieso altijd binnen als YouTuber. Glenn, buitenspel. Nee, het mag door. Niek kijkt opzij. Doet hij het alleen of geeft hij af? Hij geeft af op Mattie. En die scoort. Bij zijn rentree, wat een succes en wat een feest. De tv-stijger schudt, zoals de Kuip dat doet, bij historische doelpunten. Ik ben wel los als spits nu, dat is wel duidelijk. Het is zijn 7e Creators goal. En ook leuk, hij schiet hem door de beentjes van keeper Richard. En het wordt gevierd zoals de Creators dat deden bij Nederland-Turkije. Maar was het geen buitenspel rechtsbovenin? Echt niet. Dus een geweldig doelpunt van dronken van geluk, Matthias Maarten het Lam. Glenn, Stan, ook internationaal bekend als Stan. Mattie, perfecte aanname, voluit gehaald en 1-3. Weer Mattie, die is helemaal los. Viva Los Sophie, los van die naam ook. Ja, het is ongelooflijk, hè. Zijn tweede van de avond, 8e totaal. En daarmee staat hij 6e op de topscorerslijst van de creators. Assist, Stan. Die was ook prima. Maar het is ook niet 2 van de 10 goals, maar het is gewoon 2 van de 4 goals. Weet je wel, 50% van de productie vandaag. Seram woont op loopafstand hier in Nieuwegein. Robbie is daar los. Robbie kijkt opzij, zoekt naar Mattie. Mattie en die duwt hem erin. 2-0. Weer een echt bankzitters doelpunt. Beetje tegen de verhouding in, maar who cares? Het is Matties 9e voor de creators. Eentje van een jubileum goal af dus. Zo viert hij het. Met een soort van necklace. Glenn. Ja, dat is een uitstekende paas zeg. Steek hem op Rijn. Mattie buitenspel toch? Nee, 3-0. En Mattie's 10e in de top 5 daarmee. Van Creators topscorers. Zij zijn boos. En de discussie aan. En Mattie stond zeker geen buitenspel. En scoort zo. Schitterend doelpunt van hem. Naar de onmogelijke hoek. Nee, hij wil niks van buitenspel weten en zij praten nog even door. Boys. Meer dan de helft van de productie. Hey, maar ik ben trots op jullie, man. Vrienden. De belton van een wereldkampioen kickboksen. Hé, man, wat is dit? Nee, joh. Oh, ik val om, dit is zo zwaar. Dat is echt goud. Kijk eens, jongen. Hé, hey, come on, hè. Rutger. Pakt af.
op Matty, die verrast zichzelf, maar zet goed door en goal! Door Matty, 5-5. Vergeet Barça Paris. Dit is vanaf nu de remontada. 5-1 was het, een half uur voor tijd en ze flikken het. 5-5, wat een gouden wissel. Wat een explosie van vreugde en wat een teamgeest. Wat een vechtlust. 5-5, zo ging die erin, die 5-5. En zo stond iedereen de hoek in. Zo ging het vanaf de zijkant. Wat een meme en wat een legend, die Matty. Bedankt. Jongens, hey! We staan niks, joh. Rutger laat Sebas voor straf rennen. Die is voor de keeper. Nee, toch niet. Sebas met de 1-0. Matty komt mee. Glenn achterin. Hij gaat naar Matty. 1-0 creators. 0-1 dus. Die schiet Matty er fantastisch in, zeg. Het is zijn 12e voor de creators. En daarmee staat hij vlakbij de top 3. Dat hij precies opstaat, precies op je schreeuwen. Geweldig, waar zie je zulke onfield beelden alleen bij de creators? De makers worden weggestuurd. Een afgang. Ja! Voor de onfield cameramensen die worden aangezien voor hooligans door deze beveiliger die zijn werk uitstekend deed. Heb je nog vragen? Ik denk dat mensen wel afgehaakt zijn nu.